De Consumentenbond test friteuses. Allereerst meten we de grootte van de mandjes en hoe lang het snoer is. We frituren zowel de aanbevolen als de maximale hoeveelheid patat. Steeds frituren we 3 porties achter elkaar. Uit de test blijkt dat de aanbevolen hoeveelheid friet niet altijd de beste resultaten oplevert. Tijdens het frituren beoordelen we de temperatuur van de olie en meten we de baktijd. Bij de hete luchtfriteuzers moet je meer dan een half uur op je patat wachten. Oliefriteuzers doen dit veel sneller. Verder testen we met meetapparatuur hoe heet de friteuzers aan de buitenkant worden. En ook testen we het stroomverbruik. Na het frituren beoordelen we hoe krokant de patatjes zijn en de structuur. Uit de test blijkt dat de hete luchtfriteuzers niet per definitie minder lekkere friet maken dan gewone friteuzers. Een aantal friteuzers geven we lagere oordelen, al zijn de hoogste oordelen voor frieten die in de olie zijn gebakken. Ook beoordelen we hoe makkelijk het apparaat te bedienen is, hoe duidelijk de handleiding is en hoe makkelijk hij is schoon te maken. Bij de broodkruimeltest testen we de zogenoemde koude zone. Dan is het onderin de friteuze minder heet dan bij het mandje, zodat de frituurolie langer goed en lekker blijft. We leggen de broodkruimels op de bodem van de friteuze. Na een frituurbeurt kijken we hoe donker de kruimels zijn geworden en hoeveel kruimels er op de patatjes zitten. Uit de test blijkt dat lang niet alle friteuzes met een koude zone het goed doen. Wil je weten welke friteuzers het beste uit de test komen? Kijk dan in de testresultaten op de site.